Sipke Hulshof. Morgen komen we aan het einde van een heel mooi 2017. Hoe kijk jij terug op dat jaar? Nou, als ik het voor de zomerstop natuurlijk was het een en al Hosanna. Hè, wat we voor de zomerstop hebben laten zien. De beker halve finale, misschien wel als grootste deceptie. Hè, dat we die verloren bij AZ met de penaltyreeks. Nou, de andere grote teleurstelling was de uitschakeling in de nacompetitie tegen de NPV. Ja, daarvoor hebben we misschien wel het mooiste voetbal laten zien. Wat we konden doen, hè, met die selectie, geweldige selectie, ook jongens die de stap hebben gemaakt naar de Eredivisie. Dus voor de zomer denk ik dat we met z'n allen hebben kunnen genieten in het Cambuurstadion. Na de winter of na de zomerstop hebben we geprobeerd om dat door te trekken. Nou, we hebben een moeilijke start gehad en ik denk dat we nu onszelf aardig aan het herpakken zijn. Ja, en dat moet dan morgen met een laatste overwinning in 2017 goed afgesloten worden. Nee, dat moet zeker goed afgesloten worden. We zitten nu in een hele fraaie reeks. Van de laatste 5 wedstrijden, inclusief beker, hebben we volgens mij 4 gewonnen en 1 keer gelijk gespeeld. Dus het is ook weer alweer een tijdje geleden dat we uit hebben gespeeld. Dus we moeten morgen weer ver van huis. Nee, maar wij moeten morgen op basis van eigen krachten ten opzichte van Helmond Sport, moeten we deze wedstrijd gaan winnen. Nou, als we dat gaan doen, dan sluiten we mooi aan bij de middenmoot. En dan sluiten we het seizoen denk ik toch nog redelijk goed af. Ja, jullie speelden al een keer eerder dit seizoen tegen Helmond Sport. Is het nog steeds een beetje dezelfde ploeg als toen? Het is wel een hele lastige ploeg, want ze hebben vrij veel fysiek, hè, en daar spelen ze ook volop. Het is een team die ook hard willen werken. Hè, maar ze hebben, wat ik zeg, dat zijn dan ook heel veel, hè, ze hebben sterke punten, maar ze hebben ook punten waarvan wij absoluut moeten profiteren. Ja, de laatste 2 wedstrijden, 6 doelpunten, dat schortte daar in het eerste half jaar eigenlijk aan. Dat lijkt nu prima in orde. Ja, maar misschien nog wel net zo belangrijk dat we ook 2 keer een 0 hebben gehouden. En 0 geeft ook vertrouwen aan je verdediging, dat geeft vertrouwen aan de keeper, dat geeft vertrouwen aan de hele groep. En wat je terecht ook zegt, we hebben 6 keer gescoord in de laatste 2 wedstrijden. En daar schort het daarvoor wel een beetje aan. Maar dat heeft ook te maken met vertrouwen. En ik denk dat het vertrouwen nu volop in de groep aanwezig is. Ja, je gaat morgen starten met 4 andere spelers dan tegen GVV. Welke spelers gaan er precies spelen? Jordi van Delen komt terug, Martijn van der Laan gaat starten, Martijn Bartel gaat starten en Kevin Kippersluis gaan starten. Dat gaat ten koste van Sij van Wermerskerken, Brian Smeets is geblesseerd, Virgil Nassing gaat op de bank starten en Nigel Roberto staat ook vanaf de bank. Ja, waarom kies je precies voor die 4 nieuwe jongens? Nou, omdat ik vind dat wij een selectie hebben die 18, 19 jongens die dat vrij dicht bij elkaar ligt. En ik denk dat het alleen maar een pre is dat we morgen weer met 4 frisse jongens kunnen starten. Die hebben rust gehad in de wedstrijd tegen GVVV. Nou, ik had van tevoren ook al nagedacht over de beide opstellingen die ik heel graag wilde spelen. En deze opstelling zoals we morgen gaan starten, die zat al voor de wedstrijd van GVVV in mijn hoofd. Dus we gaan het gewoon zo doen zoals ik hem vooraf bedacht had. Ja, GVV, je noemt het net al even. 3-0 overwinning en dus zit je vanavond weer in de koker. Een thuiswedstrijd, dat is het enige waar je op hoopt en een tegenstander maakt niet uit? Ja, de tegenstander maakt zeker wel uit. Je hebt natuurlijk een tegenstander thuis, wil ik heel graag. En dan heb je natuurlijk de tegenstander die qua niveau het dichtst bij je ligt. En dat zijn dan, ik verwacht dat er 7 eredivisieclubs vanavond naast ons in de koker zitten. En dan heb je toch het liefste team wat qua stand ook het dichtst bij ons staat.